Lieve mensen, welkom en te gek dat je luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, fijn dat je weer luistert en voor de mensen die voor het eerst inschakelen, welkom. In deze 19e aflevering spreek ik 30 minuten met de getalenteerde videografe Melissa Vermeulen. Melissa maakt bedrijfs- en trouwvideo's en filmt prachtige documentaires. En dat alles doet ze met een fotocamera. Reden voor mij om haar het hemd van het lijf te vragen en te achterhalen wat jij moet weten over filmen met een fotocamera. Welke camera-instellingen gebruik je? Hoe werkt dat met audio? En hoe krijg je sfeer en gevoel in je video's? Dat en nog 300 andere dingen in het komende half uur. Na deze aflevering weet jij van A tot Z hoe je kunt filmen met een fotocamera. We gaan het vandaag hebben over, even in de notendop, videografie. En dan met name, want we hadden er een soort van titel bij bedacht. En volgens mij was dat alles wat je nodig hebt om te filmen met jouw fotocamera. Ja. Klopt, hè? Dat klopt helemaal. Leuk om eens een keer een soort ander onderwerp dan fotografie te pakken eigenlijk. Ja. Het is natuurlijk wel helemaal aangeleerd en helemaal van de toekomst, zullen we zeggen. Om steeds meer die twee naar elkaar toe te brengen, denk ik. Ja. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Leuk. Maar natuurlijk niet voordat we drie dilemma's hebben gedaan. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, je hebt net een beetje meegedaan. Kom maar door. Om even te kijken welke het precies waren. Nou, laten we dan gewoon de eerste er maar ingooien. Oké. Okay. Fotografie of videografie? Die is niet heel moeilijk. Dan zeg ik videografie. Ja, ja, toch wel? Ja. Bij jou is het denk ik wel ook ooit met fotografie begonnen. Klopt. Ja, ik begon met fotograferen toen ik 12 was. En op een gegeven moment ontdekte ik ook film erbij. Ja. En toen vond ik het eigenlijk wel superleuk. Omdat het echt wel een stuk dynamischer is nog. En je hebt natuurlijk bewegend beeld en geluid erbij. Ja. En je kan echt meer een verhaal vertellen nog. Het is nog meer veelomvattender dan... Ja, creatiever vind ik het ook. Omdat je natuurlijk ook editor erbij hebt. Ja, ja. Dus, ja. Dus het voor jou videografie? Zeker. Okay, nou, ik had niet heel anders verwacht hoor. Maar even een rustige beginner. Hey, mooi licht. Nee, dat zeg ik niet goed. Mooi moment. Of goed belicht? Oeh, dat vind ik wel een heel lastige. Ja, ik maak het je niet makkelijk. Dan zeg ik toch mooi moment. Ja, uiteindelijk draait het daar toch om. Het draait om de inhoud, vind ik. Wel hè? Ja. Ja, maar mooi licht is ook wel heel fijn als dat er is. Als je dat kan creëren. Als je het samen kunt brengen. Dat is fantastisch. In combinatie trouwens ook nog met compositie, dan is het helemaal af. Ja. Dan heb je de Trinity, hoe zeg je dat? De Magic Trinity of iets dergelijks. Dan heb je ons gelukkig. Ja. Juist, helemaal goed. Oké, maar moment. Dat is toch nog wel... mooi moment. En dan de laatste. Jij moest er net al om lachen. Bedrijfsfilms of trouwreportages? Wat film jij het liefst? Ik zou zeggen nu bedrijfsfilms. Ik heb heel veel trouwreportages gedaan. Ja. Ik ben nu een beetje de switch aan het maken naar bedrijfsfilms en documentaires. En... ik kan daar wat creatiever in zijn. Okay. Een trouwdag ligt toch altijd wel vast. En je legt vast wat er gebeurt. Maar met een bedrijfsfilm dan kan ik wat meer zelf een concept uitwerken. En meer mijn eigen ding ermee doen. Is misschien ook diverser. Elke bruiloft is heel divers hoor. Zo bedoel ik het niet. Maar bij een bruiloft heb je natuurlijk vaste geëikte momenten. Zullen we maar zeggen. In de zin van er is altijd een ceremonie. En er is altijd dit of dat. Bij een bedrijfsfilm is het misschien dan diverser, voelt het zo? Ja, diverser en iets creatiever kan ik erin zijn, denk ik. Ja, okay. Hoewel, ik moet wel zeggen, ik heb laatst een bruiloft van een collega gefilmd in Schotland. Zo. Dat was echt fantastisch. Ja. Dat is gewoon, die omgeving is dan zo gaaf. Dus, dat speelt dat, natuurlijk ook wel mee. Absoluut, ja. Okay. Het is allebei hartstikke leuk. Het is allebei hartstikke leuk. Heel goed, heel goed. Nou, dan hebben we die drie hebben we in ieder geval gehad. Yes. Dan kunnen we er echt in gaan duiken. Duivelse dilemma's. Ja, nou ja, god, je probeert het een beetje spannend te maken natuurlijk. Hey, laten we gaan beginnen. De welbekende wekkerknop heb ik allemaal weer teruggevonden. Mm-hmm, okay. Duurde even, maar we hebben hem. Anders kan ik hem voor je inspreken hoor. Dan kun je hem inspreken, hè? Ja, dat mag ook. Wil je dat doen? Natuurlijk, doe ik voor jou. Dan gaan we nu beginnen. Oké. 3, 2, 1. Tik, 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 tik. Toch dus een soort van eierwekker aan de Een soort van eierwekker. Ja, okay. Nou, helemaal goed. Nou, dan met deze zijn we gewoon begonnen met de podcast. Yes. We gaan het dus hebben over videografie. En in deze aflevering willen we het hebben over alles wat je nodig hebt om te filmen. En dan met name met je fotocamera. Want we hadden het er al over dat die twee dingen steeds meer bij elkaar aan het komen zijn. Ja. Maar zou je misschien, om eens te beginnen, welke vormen van videografie zijn er eigenlijk allemaal? We hebben allerlei dingen als vloggen, zie je natuurlijk steeds meer. Maar
Ja, wat voor vormen van videografie zijn er eigenlijk allemaal? Ja, tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk gewoon een telefoon met wie die, waarmee die kan filmen en kan vloggen. En bijna iedereen doet het ook wel tegenwoordig. Ja. Zijn eigen hoofd filmen. Jij ook? Ben jij ook van de vloggen? Nee, ik blijf liever achter de camera, moet ik zeggen. Ja? Oké, nou zwaai even naar de mensen thuis. Ja, dit is een uitzondering hoor. Dat kunnen we hier zien. Oké. Ja, en nou ja, we hadden het over trouwreportages net. Bedrijfsfilms. Bedrijfsfilms. Documentaires. Ja, en dat is een beetje waar jij naartoe wil, documentaires. Ja. En waarom is dat voor jou dan, waarom is dat hetgeen waar je naartoe wilt? Ik vind het heel mooi dat je dan echt een verhaal kan vertellen. Ja. En ook iets wat maatschappelijk relevant is, echt wat betekenis kan hebben voor meerdere mensen. Ja. In plaats van dat je voor één bedrijf of voor één stel of opdrachtgever iets maakt, maak je iets wat van betekenis kan zijn voor een hele grote groep. En dat vind ik heel, heel mooi om te kunnen doen. Dat is gaaf, ja, dat is zeker gaaf. Dus het zijn meer bredere maatschappelijke thema's dan, waar je dan mee bezig bent. Ja. Oké, heb je iets waar je nu mee bezig bent? Ja. Waar je iets over mag zeggen? Ja, zeker. Ja, ik ben een documentaire aan het maken over de impact van adoptie. Oké. Hoe het is voor iemand die geadopteerd is. Ja. Want je bent eigenlijk al gestaan door je biologische ouders. En, ja. En dat heeft best wel veel psychologische impact op mensen. Zeker. Dus daar ben ik een film over aan het maken. Oh, wauw. Dat is wel heel bijzonder. En ik denk ook wel dat daar heb je ook wel echt audio bij nodig. Dus beeld en video. Ja, en, ja dat dan is heel belangrijk. Dus ik heb dan gesprekken, interviews met iemand. Ja, ja. Ja. Oh, bijzonder. Ja. En dat zijn denk ik geen korte projectjes. Nee, dat zijn langlopende projecten. Ik ben ook al, dat is wel een jaar al loopt al. Ja. Dus dat zijn echt lange termijn projecten, ja. Gaaf, ja. Gaaf. Dus, en dat is eigenlijk een beetje waar je steeds meer naartoe wil dan. Ja, zeker. Leuk. Oké. Laten we dan maar eens gewoon er een beetje in gaan duiken. Als je nou aan de slag wil met videografie. Want ja, we zitten hier voor fotografiebeginners. Ja. Dus mensen die aan het fotograferen zijn, maar graag willen starten met videografie. Wat heb je dan allemaal nodig? Misschien dat we daar maar eens mee moeten beginnen. Ja, nou ja, je hebt een camera nodig. En Die hebben we wel. Ja, heel veel mensen hebben tegenwoordig wel een spiegelreflexcamera eigenlijk. Heel veel hobbyisten. En dan kun je gewoon het knopje omdraaien naar filmen eigenlijk. En dan kun je van start gaan. Ik denk dat heel veel mensen nu zitten. Echt, kan dat? Ja, echt. Ja. Kijk maar de spiegelcamera. Ja. Dus eigenlijk is het heel makkelijk om te beginnen daarmee. Ja, dus een camera, een goede camera, die heb je eigenlijk misschien al wel. Ik heb hier opgeschreven, er zijn natuurlijk allerlei verschillende soorten camera. Je noemde net al even, iedereen heeft inderdaad een iPhone. Daar zit ik nu zelf ook mee in mijn handen. Ja. En daar film ik ook de hele dag door mee. Mm-hmm. Jij pakt hem er zo bij. Ik, 3 dochters, wel vaker benoemd in de podcast. je bent al heel snel. Op de een of andere manier maak ik meer video's met mijn telefoon dan foto's. Ja. Terwijl ik ben wel echt een fotograaf boven videograaf, maar met mijn telefoon dus niet op de een of andere manier. Maar inderdaad dus ja, een spiegelreflex of een systeemcamera. En die zijn dan vaak wat filmischer, denk ik. Dat verschil, waar komt dat dan vandaan? Je hebt veel meer mogelijkheden met zo'n camera. Yeah. Met je telefoon is toch wel beperkt wat je kan instellen bijvoorbeeld. Yeah. Zoals scherpte, diepte. En dat kan met die andere camera's wel. Dus dat zou ik wel aanraden als je wat creatiever wil gaan filmen. Als je echt wat serieuzer dingen wil gaan maken, dan wat film is je beeld? Inderdaad, precies wat je zegt, dat je die spelen met scherpte, diepte en zo. Dat komt natuurlijk door dat je meerdere lenzen dan kunt gaan gebruiken. Precies, je kunt je lenzen verwisselen. Ja. En je kunt ook, er zijn meer mogelijkheden om geluid op te nemen. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor film. Ja, precies. Ja, daar gaan we straks zeker ook nog even op komen. Hey, we moesten net al lachen. Mijn drone die hangt hier aan de muur. Niet aan, aan de muur hangt hij. Ja, staat niet aan. Maar dat is natuurlijk ook iets van de laatste, weet ik het, misschien al wel 5 jaar trouwens, maar best wel een tijdje. Een man van de tijd. Een man van de tijd. Ach joh, echt. Tijd vliegt. Maar dat is natuurlijk ook, werk je daar ook wel eens mee? Ja, zeker. Ja, het is echt wel, er is ook wel veel vraag naar. Mensen vinden het gewoon heel tof om beelden vanuit de lucht te hebben. En het is ook gewoon leuk speelgoed. Ja, daar is het voor mij mee begonnen. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Dat het niet zozeer om het beeld gaat, maar ook om het vliegen zelf. Dat mensen het leuk vinden om zo'n ding te besturen. Ja. Ik weet nog wel vroeger dat je, zeker als jongetje misschien, maar dan had je van die radiografisch bestuurbare autootjes. Die autootjes, ja. Precies. Ja, daar doe ik een beetje aan denken. Inderdaad. Dit is een beetje next level, dat je dan, zo à la Star Wars. Ik heb ook wel een beetje, ik moet zeggen, een stereotype beeld van mannen rond de 40 die dan geld over hebben en een droom gaan kopen. Ik denk dat wij hier de podcast aflevering gaan eindigen. Nou, dat Melissa weer naar
Nee hoor, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, maar het klopt ook wel. Ik heb natuurlijk voor fotografie beginner ben ik ook meer met video aan de slag gegaan. En daar vind ik het ook zo leuk om met jou hier nu te zitten. Om het daarover te hebben. Want je maakt inderdaad dan een soort van transitie van, nou, ik ben al heel lang fotograaf. Dus je bent al heel lang met beeld bezig en ja. Met licht en allemaal dat soort dingen. Dat ken ik allemaal wel. Maar videografie is echt nog wel weer een andere tak van sport. Ja. En dan ga je inderdaad als man van 40 misschien, bijna 40, ja, ga je dingen kopen en inderdaad ook een drone hoorde erbij. Ja, het is leuk speelgoed. Het is leuk speelgoed. Kinderen vonden het ook heel leuk om voor de drone weg te rennen. Dus dat is dan ook een soort camera. En natuurlijk de ouderwetse camcorder is ook weer een soort camera die er... Zie je dat nog wel eens? Wordt dat nog gebruikt? Of is dat echt heel ouderwets? Heel af en toe zie ik oma Henk met de camera, met de camcorder op. Dat is echt oma Henk dan. Maar, of oma Sjoerd wordt dat dan Ja, oma Sjoerd. Maar die zie je eigenlijk bijna niet meer. Ja, dat zijn camera's met alleen maar optie om video op te nemen. Ja. En je hebt nu zoveel camera's die het allebei kunnen, dat mensen daarvoor kiezen. En dat is natuurlijk ook een logische keuze. En vaak ook omdat je die lenzen kunt verwisselen bij een spiegelreflex, heb je ook meer mogelijkheid om die scherpte, diepte en zo te pakken. Ja, klopt. Ja, dat is met die camcorders ook wat lastiger. Goed, oké. Dus drone, spiegelreflex. Als je dus een spiegelreflex of een systeemcamera al hebt, dan kun je gewoon eigenlijk al starten misschien wel. Ja, dan kun je zeker starten. Ja. En waar moet je dan een beetje op letten qua specs, hebben we hier opgeschreven. Want voor fotografie en videografie heb je toch wel... De specs, daarmee bedoel ik de specificaties van de camera. Hè? Want we hebben het natuurlijk over megapixels als je foto's wil maken. Maar waar moet je nou een beetje op letten met videografie? Wat zijn dan de dingetjes die belangrijk zijn in de camera? Wat fijn is als je camera interne stabilisatie heeft. Oké. Voor als je gaat filmen vanuit de hand, dan corrigeert dat de trillingen die je hand eigenlijk geeft. Ja. Dat is iets wat belangrijk is voor film. Ja. Je zou kunnen kijken naar resolutie. Wil je bijvoorbeeld 4K kunnen opnemen, dan... is het handig als een camera dat kan? Dus als je heel groot op een heel groot scherm het beeld wil afpakken. Ja, eigenlijk zeg maar, is het dan alleen maar relevant. Want HD is ook gewoon prima. Ja. En eigenlijk kunnen alle camera's dat ook wel tegenwoordig. Ja. Eigenlijk de video's die ik maak, die zijn in Full HD. Ja. Wij zijn in Full HD. Wij zijn in Full HD, ja. Ja, dat. En mogelijkheden om audio op te kunnen nemen. Dus of je er een microfoon kan aansluiten. Ja. En de output, dat is ook... Ja, want jij zei het net al inderdaad... dat is natuurlijk ook een groot verschil met fotografie. Fotografie is gewoon, het is één plaatje. Het is geen bewegend beeld, maar er zit ook geen geluid bij. Ja. En audio is wel echt een ontzettend belangrijk onderdeel van videografie. Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk de helft van je film. Dus dat moet wel echt goed zijn. Dat moet echt goed zijn, ja. Dus een mogelijkheid om een externe microfoon of iets dergelijks aan te kunnen sluiten, dat is dan dat ook wel iets. Dat is wel een aanrader voor film. Oké. Nou, misschien dat we daar zo nog wat meer over kunnen horen. En interne stabilisatie had je het over. Een uitklapbaar scherm hadden we nog opgeschreven. Ja, dat is heel erg handig. Als je wil vloggen, is het nodig om naar jezelf toe te kunnen. Dat je wel weet of je erop staat of niet. En het is heel handig als je aan het filmen bent en je ligt op de grond bijvoorbeeld. En je wil wel zien wat je filmt, dan... Dan kan je dat schermpje naar je toe kloppen. Werkt ook. Gewicht van de camera? Jij bent niet zo heel groot. Niet zo heel groot. Blijf er maar in. Ja, ik ben 40, maar jij bent niet zo groot. Ik ben 1 meter bijna 60. Ja. Meter. Kijk. Gewicht vind ik... ik film vaak hele dagen. Oh, ja. En ik film heel veel uit de hand. Dus dan is het fijn als die gewoon licht is. Ja. Soms film ik ook vanaf schouderstatief. Dus dan heb je zo'n apparaatje aan je schouder hangen waar je de camera op zet. Ja. Dus ik vind het wel fijn als de camera niet te zwaar is. Ja. Ja, dat snap ik wel inderdaad. Ik ga maar even het lijstje af gewoon. Ik heb hier nog staan clean HDMI out. heel ingewikkelde term nu. Ja, de output inderdaad. De output, dus eigenlijk alle aansluitingen die je op een camera hebt. Want meestal met fotografie, dan staat het op het kaartje. Haal het kaartje eruit op je computer en dan dat is het dan. Mm-hmm. Maar bij video heb je eigenlijk veel meer uitgangen nodig om het bijvoorbeeld direct naar een beeldscherm te kunnen streamen. Maar dat zijn wel extra's. Ik denk als je net begint met filmen, dan... Is dat niet per se nodig. Nee. Dan zijn we al... hebben we de specs al een beetje gehad. Ja, framerate. Ja, wil je daar nog iets over zeggen? Ja, natuurlijk wel. Daar twijfel erover, maar wil je dan... Framerate is toch wel belangrijk. Ja, wat je net zegt, een foto is één beeld. En een video is eigenlijk... met 1 seconde heb je al heel veel beeldjes achter elkaar. Ja. En meestal 25, soms meer, soms bijvoorbeeld 30, 50 of 100. Ja. En het is fijn als je camera bijvoorbeeld in een hoog framerate kan opnemen. Ja. Zodat je de mogelijkheden hebt om het beeld te kunnen vertragen. Dus om slow motion te kunnen maken. Ja, precies. Ja. Dus hoe hoger de framerate,
Ja, dus hoe meer frames, hoe meer je dit kunt vertragen inderdaad. Ja, zonder dat het een soort van hakkerig... Dat het vloeiend beeld blijft. Dat was het woord. Dat was klopt. Het. Juist, we hebben hem gevonden. Oké, nou, dus dat zijn een beetje de specificaties waar je dan op kan letten als je een nieuwe camera zou gaan kopen. Maar goed, de meeste mensen hebben er misschien al één. Ja, dus kijk ook wat voor opties er al in je camera zitten die je nu hebt. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar een heel eind mee komen. Ja. Ja, zeker als je begint. Dat heb ik ook gemerkt. Ik had een Canon M50. Ja. Dat is helemaal niet een mega fantastische camera, maar kan al hartstikke veel kun je daarmee doen. Ja, zeker. Lenzen. Had ik ook opgeschreven. Lenzen. Wat zijn daar nog? Heb je specifieke lenzen waarvan je zegt van nou, dat moet je wel doen of niet doen? Of? Ja, ik ben wel heel erg fan van prime lenzen. Okay. Zowel voor fotografie als voor film. Oké. Ze zijn vaak wat lichter, lichtsterker en ja. Ik denk dat het een persoonlijke voorkeur is. Is het, ja, denk het ook hoor. Nee, ik heb dat zelf ook. Ja, en ik film heel veel met 35 mm prime lens. Dat is ook standaard filmformaat. Dus dat is ook gewoon een heel goede allround lens voor videografie. Ja, en een beetje storytelling natuurlijk meer. Niet te ingezoomd. Ja, precies. Maar ook niet helemaal... Nou ja, journalistiek is natuurlijk vaak 24 of misschien nog wel wijder. Ja. Dit is zo'n mooie in-between eigenlijk. Ja, precies. Ja, en 24 kan ook wat hebben, maar dan is het meer iets waar je mee je afwisselt. En 35 is wel een goede... Is meer de workhorse. Uitgangspunt. Ja, zeker weten. Ja. Ja. En zoomlensen dan? Dat is niets voor jou? Nee, ik heb zelf geen zoomlensen meer. Je kunt het wel gebruiken, maar je moet met filmen opletten dat je niet tijdens het filmen gaat zoomen. Ja, precies. Dat is een beetje de meest gemaakte fout, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, je moet gewoon lopen. Ja, je moet gewoon bewegen. Nee. Je kunt natuurlijk wel gebruik maken van je zoom, maar dan maak je een shot bijvoorbeeld op brandpuntafstand 28 en dan stop je hem en dan zoom je in en dan maak je een shot. Ja. Dus niet tijdens niet tijdens het filmen. Nee, precies. Want dan voelt het een beetje alsof je met die camcorder weer... Ja, dan heb je oma Henk weer. Ja. Ja, precies. Oma Sjoerd, we gaan hem opbellen. Dus en daarnaast, ik had ook nog opgeschreven, als je een wat goedkopere zoomlens hebt, dan heb je natuurlijk vaak dat die, zodra je gaat inzoomen, dat dan ook het diafragma mee verandert. Ja. En dat is natuurlijk ook wel lastig. Nee, daar gaan we het dan straks nog wel even wat meer over hebben. Ja, met film wil je het echt niet hebben, want dan is je shot gewoon verpest. Omdat je dan, het licht verandert. Het licht verandert en dan is je shot gewoon echt, is echt weg. Ja. Zeker. Oké. Hebben we het. Jij zei net al, audio is 50% zo ongeveer van het uiteindelijke resultaat. Ja, zeker. Dus laten we het dan eens over audio gear hebben. Ja. Als je denkt aan, als je een film gaat kijken en de audio is gewoon helemaal ruk, dan zet je die film uit. Want het is gewoon... Dan kun je niet meer blijven kijken. Nee. Dus, maar in je camera zit een microfoon. Waarom is dat niet goed genoeg? Ja, een camera heeft een interne microfoon, maar dat geluid, die kwaliteit is gewoon niet goed genoeg. Nee. En we hadden het net ook even over van als je bijvoorbeeld iemand wil interviewen. Yeah. Je kan moeilijk de camera onder iemands neus houden. Nou ja, zoals wij nu bijvoorbeeld hier zitten. We zitten natuurlijk wat verder van de camera vandaan. Yeah. En dan is de audio, de microfoon van de camera, die is natuurlijk ook wat verder weg. Ja, die is verder weg. En dan ga je wat meer die echo's krijgen en zo. Dus de stemmen, we zitten hier niet voor niks met high-end apparatuur, ja, precies. Nee, dat is gewoon omdat ik dat leuk vind. Ja. Maar het werkt ook echt goed voor de audio. En dat is nou precies wat je zegt. Dus de reden is echt, je wilt het gewoon verbeteren, de audio, om ervoor te zorgen dat mensen blijven kijken ook. Mm-hmm. Zijn er dan... Ja, tips voor goede audio heb ik hier. En dan heb je allerlei verschillende soorten externe microfoons. Heb je dan waarschijnlijk waar je gebruik van kunt maken. Kun je mij daar les in geven? Want, zeker kan ik dat. Ja, het ligt eraan met welk doel je het geluid wil opnemen. Bijvoorbeeld, ga je een interview opnemen of ga je de vogeltjes in het bos opnemen, het omgevingsgeluid. Ja. En aan de hand daarvan kies je eigenlijk uit welke apparatuur je gaat gebruiken. Oké. Ja, dus... Stel dat ik een vogeltje wil... als jij vogeltjes in het bos wil opnemen, dan kun je bijvoorbeeld een richtmicrofoon gebruiken op je camera. Okay. Of een losse audio recorder. Ja. En als je een interview wil opnemen, dan kun je gebruik maken van een dashboardmicrofoon. Die clip je dan op aan iemands kleding. Ja. In combinatie met een zendersetje bijvoorbeeld. Dan heb je een ontvanger en een zender. Ja. Of je... En dan wordt het met het beeld gelijk opgeslagen? Dat kan. Ja, okay. Of los. Of los. En dan moet je het later nog eronder leggen. Maar daar komen we zo nog terug. Daar komen we straks nog wel even. Ja, precies. Ja. Dus je hebt inderdaad verschillende doeleinden. Ja. Verschillende microfoons. Maar voor iemand die gewoon buiten wil gaan vloggen of zo, heb je dan ook iets nodig? Dan zou ik een richtmicrofoon aanraden. Okay. Ja, dus iets wat je op de camera zet. Ja.
Okay. Die zet je inderdaad op de camera en je kunt er nog zo'n, zo'n soort kap omheen doen voor, ja. tegen de wind. Een soort van dode hamster is dat. Een dode hamster, ja, met een windscherm. Wet van ding, ja, windscreen. Ja. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, die dode, ja, dat is met die veertjes. Dead cat, ja. Ja, een dead cat, ja. Zo heet zo'n ding, ja. Juist. Dus als mensen nu gaan googlen, dan dead cat. Ja, precies. En als je dan hele rare foto's krijgt, dan moet je de spatie weghalen. Dan moet je de spatie even weghalen, juist. Heel goed, heel goed. Hey, okay, dus dat zijn een beetje de dingen waar je aan moet denken als je wil gaan filmen. Dus vergeet inderdaad vooral de audio niet, is heel belangrijk. Ja. Laten we dan eens gaan kijken naar hoe je je camera instelt als je gaat filmen. Want daar zit toch ook nog wel wat verschil ten opzichte van fotografie. Bij fotografie ben je natuurlijk gewoon bezig om een goede belichting te krijgen. Mm-hmm. Daar ben je ook mee bezig. Ja. Met videografie natuurlijk. Alleen, er is een beetje een leidende factor. En kun je mij daar wat meer over vertellen? Ja. Mooi. Ja, dat is eigenlijk... ik noemde al de framerate net. Ja. Dus hoeveel beelden per seconde er worden opgenomen. En dat heeft... het staat in verhouding met sluitertijd. Okay. Dus je moet altijd de sluitertijd kiezen. Het dubbele van je framerate. Ja. Dus stel je neemt 25 frames per seconde op. Dan kies je een sluitertijd van 1/50ste. Ja, dus dat is gewoon een regel. Dat is gewoon maal 2. Dat is eigenlijk een standaardregel. Ja. Ja. Ja, en waarom is, waarom is die regel er? Dat heeft te maken met de waarneming van je oog eigenlijk. Van je oog. En als je sluitertijd anders is dan dat, dan zijn de beelden niet vloeiend. Juist. Dus dat is heel belangrijk om in de gaten te houden dat je die wel aanpast op je framerate. Ja, want dat is eigenlijk, daar hadden wij het een beetje over, een van de meest gemaakte fouten, denk ik, van mensen die net beginnen met filmen, ja. Is dat ze bijvoorbeeld met een sluitertijd van 1, dan gaan ze buiten filmen. En dan filmen ze met een sluitertijd van 1/1000ste seconde. Ja, 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 of ze gooien hem halverwege omhoog omdat het licht aanpast. Ja. Ja. Zoals je met fotograferen misschien zou doen. Ja. Maar met film is dat wel echt anders. Ja. Dan is het beeld gewoon niet vloeiend. Dan wordt het een beetje choppy. En, nou ja. Dus, als je framerate 25 frames per seconde is. Dus je hebt 25 beeldjes per seconde worden er opgenomen. Ja. Dan moet je 1/50ste sluitertijd gebruiken. Ja, klopt. En als je dan bijvoorbeeld je framerate aanpast omdat je slow motion wil gaan filmen. Dus je zet bijvoorbeeld een framerate van 50 frames per seconde. Dan moet je sluitertijd naar 100. Ja, dus het is elke keer gewoon maal gewoon 2. Ja, ja, okay. En nou hadden we het daarover. En dan dat, als je dan buiten... Nou ja, we kijken nu naar buiten. Het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. Je gaat buiten filmen met 25 frames per seconde. Dan moet je volgens die regel dus dan 1/50ste seconde gebruiken. Ja, die moet je inderdaad aanhouden. Ja. Maar ja, het is best wel zonnig buiten. Ja, Dat gaat nooit goed komen. Dan is het beeld helemaal wit. Nee, ja, eigenlijk wil je die diafragma natuurlijk ook niet aanpassen. Nee, want je wil dat filmische houden. Precies, die wil je gewoon laag houden. Dus ik maak dan gebruik van ND-filters. ND-filters. En die kun je dan, die schroef je op je lens, op je objectief. Ja. En dan kun je die dichtknijpen en dan past het aan voor het licht. Dus een ND-filter, even voor de... Niet wetende luisteraar, dat is een neutral density filter, heet dat. Ja. Grijs filter, noemen ze het in het Nederlands, geloof ik. En dat zorgt er gewoon voor dat er licht tegengehouden wordt. Ja. Dat is, en dan heb je allerlei, versies van, hè? Inderdaad, allerlei versies, maar je kunt ook een variabele doen en dan kun je het gewoon zelf aanpassen door hem te draaien. Oh ja, dus die schroef je dan op je objectief en dan draai je eraan en dan wordt het meer of minder tegengehouden. Ja, ja, en dan kun je dus die 1/50ste aanhouden. Ja, dat is ook heel fijn als het licht verandert, dan kun je dat zelf aanpassen. God, wat mooi dat daar een oplossing voor bedacht is. Nee, maar dat is wel heel belangrijk inderdaad om even te benoemen. Want als je hem dus naar 1/1000ste gooit, dan neem je het nog steeds op, maar dan ziet het er heel hakkerig uit. Dat ziet er niet meer uit, nee. Ja. Dus dat wil je niet. Oké, top. Dus neutral density filters. Ik ga eens even kijken. Slow motion heb je het net al even een beetje over gehad. Ja. Dus dat doe je. Dat is, als je een mooie slow motion wil maken, moet je dus een camera hebben die een hoog veel frames per seconde kan opnemen. Ja, want als je opneemt in 25 frames per seconde, dan kun je niet vertragen. Nee. Dat zijn eigenlijk te weinig beelden om dat te kunnen doen. Dus dan moet je wel echt vanaf 1/50 of vanaf 50 frames per seconde. Dat is het minimale om. Ja. En dan kan je een factor 2 dus. Dan kan je met 50% vertragen. Ja, dan kun je met 50% vertragen. Ja, 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 precies. En dan eigenlijk hoe meer frames je opneemt, bijvoorbeeld 60 of 100, 120, hoe meer je kunt vertragen. Ja, en wat je volgens mij vaak bij camera's wel ziet, is dat ze dan bijvoorbeeld
4K kunnen filmen met 30 frames per seconde. Mm-hmm. Maar als je dan naar Full HD gaat, wat dan dus net even kleiner is, mm-hmm. dan kunnen ze ineens wel met 120 frames per seconde. Klopt. Dus als je dan in slow motion wil maken, dan moet je gewoon iets lager resolutie kiezen. Maar daar komt ook wel snel ontwikkeling in. Er komen steeds meer camera's die dan 4K kunnen filmen, maar ook hoge frame rate. Hoge frame rate. Ja, moet je iets meer geld voor betalen, maar dat... Ja, dus even iets langer doorspraken. Nou ja, goed, weet je, laten we eerst beginnen met de camera die je hebt. Ja, en HD is ook vaak gewoon hartstikke prima. Ja, nou, en wat ik ook wel doe als een soort van tip. Ik gebruik wel eens gewoon mijn iPhone. Ja. Want die heeft ook een hele snelle... Dan kan je dan wat minder filmisch is dat natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Je hebt dat filmische, dat heb je er niet in. Maar je kunt wel goede slow motions ermee maken. Ja, zeker weten. Dus als het licht een beetje goed is, kun je daar misschien ook nog mee wegkomen. Ja, ja. En het gaat om het moment. Hè? Je hoort niet om het licht. Dus, Juist, top. Daar ben ik het helemaal mee eens. Focussen, dat is natuurlijk ook weer een dingetje. Dat is natuurlijk met fotografie ook heel belangrijk. Maar mm-hmm. dan is het gewoon een momentopname. Ja. En dan bepaal je het zelf. Nou, dat zal je met videografie, is dat wat, denk ik, wat lastiger. Ja, ja, je zal zien dat met de autofocus, die als je fotografeert, die switch wel is. Dus dan ben je aan het fotograferen en dan verschuift de autofocus naar een punt wat je eigenlijk niet wil. Ja. En nou, dat pas je natuurlijk heel makkelijk aan. En met film, als dat gebeurt, dan is eigenlijk je hele shot verpest. Omdat klaar, je focus wordt geshift, terwijl je het niet wil. Ja. Dus daarom is het beter om handmatig te focussen. Ja. Tenzij je gaat vloggen bijvoorbeeld, dan moet je wel automatische focus kiezen. Ja. Maar in de meeste gevallen gebruik ik handmatige focus. Toch wel, want ook daarin zal toch de techniek wel steeds beter worden met face tracking en allemaal dat soort dingen? Ja, zeker. Ja, ja, ik vind het alsnog fijn om handmatig te focussen, want dan kun je ook gewoon wat meer... makkelijker zelf kiezen waar je de focus legt. Ja, en dan kan je misschien ook... Misschien wil je wel dat die focus shift op een bepaald moment in het shot. Maar dan doe je het, dan kun je het makkelijker zelf doen. Heb je er toch zelf meer controle over. Ja, ja. En maar dat is dan niet... Dat is oefening baart kunst. Is dat dan een beetje het woord? Ja, denk het wel. Ja. Oké, mooi. Zeker. Ja, mooi. En wat je ook hebt, is dat heel veel lenzen... die maken toch nog wel een beetje herrie als je autofocus aan hebt staan. Dus als je dan de interne microfoon gebruikt, dan is het... Nou, als je dan ook nog gaat zoomen, nou, dan heb je helemaal... Ja. Nou ja, kijk, weet je, we hadden het er al over. Als je dat gewoon consistent in al je video's doet, dan is de stijl. Ja, dan is de dan stijl. Is de stijl. Dus dan mag het wel. Ja, dan mag het. Dan mag het. Hey, en handmatig focussen. Ja, we hadden hier nog even... Misschien is dat wel veel te technisch, maar focus peaking. Dat is dan misschien iets wat... de luisteraar nog even moet googlen. Maar dat het is een handige tip. Want, een handige tip. Focus peaking, dat helpt je om met handmatig scherp stellen. Ja. Het geeft een soort van gekleurde lijntjes. Je kunt dan een kleur instellen, geel of rood bijvoorbeeld. Okay. Op hetgene wat scherp is in beeld. En dan kun je dat makkelijker zien. Want het schermpje van een camera is natuurlijk best wel klein. Juist. En je zoeker is ook klein. Dus het is soms lastig om te zien wat er nou scherp is. Ja. Dus focus peaking is dan heel belangrijk. Dat zorgt ervoor dat de dingen die scherp zijn, die worden dan met gele lijntjes... Uitgelicht eigenlijk. Uitgelicht. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Dus focus peaking. Ja. Okay. Gaan we dat nog even googlen met z'n allen. Nou, we moeten even opletten, want we hebben nog maar een minuutje of 6, 7. En het gaat snel. Manieren om te filmen en wanneer gebruik je wat? Dat had ik nog opgeschreven. Ja. En dan met name even kunnen we kijken naar statisch beeld. Of de flow van een video. De flow van een video. Nou ja, mooi woord hè. De flow van een video. Statisch beeld versus dynamisch. Maak geen shots van 3 minuten. Wat kun je daarover vertellen? Ja, het is natuurlijk... je wilt het interessant houden voor de kijker. Ja. Dus het is fijn als er een beetje vaart in zit. Dus dat zijn eigenlijk korte shots. Okay. Maar het heeft ook te maken met compositie en perspectief. Dat het elke keer net wat anders is. In plaats van altijd hetzelfde. Ja, okay. Dus ja, probeer daar veel in af te wisselen. Juist. Dus, want dan maak je dus eigenlijk... Niet een, want dat, ik denk dat heel veel mensen dat doen, dat je dan gewoon... Dat je voor safe gaat. Nou ja, dat je een video start en dan gewoon 3 minuten zo achter je onderwerp een beetje aanloopt. Ja. En dat is hem dan. Ja. Terwijl misschien is het wel veel interessanter om gewoon korte shots van 1 seconde of 5 à 10 te nemen. Mm-hmm. En dan een andere hoek te... En dan snel naar een andere hoek te rennen of misschien in te zoomen juist. Ja. En dat later allemaal bij elkaar te brengen. Ja. In de editing, daar gaan we dan zo nog wel heel even kort over hebben. Maar dus maak geen shots van 3 minuten of zo. Dat... Nee, hou het bij een paar seconden. Oké, okay. Maak het dynamisch. Maak het dynamisch, je moet mensen echt meenemen in een film. Ja, zeker. Ja, en beweging is ook belangrijk in een film. Hou niet alles stil, maar probeer ook wel beweging in te brengen. En hoe kun je dat dan doen? Want we hebben hier dan opgeschreven welke tools heb je allemaal. Hè? Je hebt het over handheld.
En dan had jij, vertelde je al even van, nou, dan is het interne stabilisatie in de camera is heel fijn. Maar ja, je hebt natuurlijk nog veel meer opties. Hoe zijn als je handheld filmt, dan kun je wel kleine bewegingen erin brengen. Okay. Maar je kunt niet vanuit de hand hele grote bewegingen vloeiend filmen. Nee. Dus als je dat zou willen, dan zou je bijvoorbeeld met een statief of een monopod kunnen filmen. Yeah. Je hebt ook een gimbal en dan kun je dan, dat stabiliseert eigenlijk je beeld. Dus dan kan je bijvoorbeeld, je zet je camera op en dan kan je lopen met je camera en dan blijft dus een soort apparaat waar je je camera in zet. Ja, precies. Ja. Weer zo'n leuk speeltje. Kun je weer aanschaffen. Ja, dus dat zijn allemaal hulpmiddelen om... die heb je overigens ook via je telefoon, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Ik zit wel eens op Amazon te spieken en dan denk ik, als ik dat nou aanschaf en mensen zien me daar op mee rond... lopen, dan ben ik ziek helemaal niet uit. Maar goed, die zijn er wel. Ja, die zijn er wel. Een schouderstatief, een gimbal. Ja. Als je die maar zo stil kan houden als je wat ouder wordt, dan is het misschien handig. Juist, dankjewel. Hey, we zeiden het net al even. Maak dus die korte shots om het beeld interessanter te maken. Ja. Maar ja, dat betekent dus dat je dan... je moet het gaan editen. Ja. En ik denk, we hadden het daar al over. Je maakt... Nou ja, ik ben geen expert, maar ik heb altijd het idee van de film maak je pas in de edit. Je bent natuurlijk van tevoren tijdens het schieten ga je goed nadenken over wat je precies wil doen. Wat voor shots je wil hebben en welke hoeken en al dat soort dingen. Ja. Maar je gaat het in de edit ga je het bij elkaar ga je het brengen. Samenvoegen. Ga je het samenvoegen. En wat is dat dan precies? Wat is editen dan precies? En welke... hoe werkt dat? Ja, het is eigenlijk een soort puzzelen. Alle stukjes die je hebt verzameld. Dus het zijn alle beelden, maar ook alle geluidsfragmenten. Die ga je tot één geheel maken. Yeah. En dat doe je in je bewerkingsprogramma, je editprogramma. Okay, dus je gaat dan alles inladen op de computer en dan heb je een soort van... En dat probeer je dan te structureren als je netjes werkt. Dat moet ik nog aan werken, maar... daar moet ik aan werken. Dat is misschien een beetje het probleem van creatievelingen, dat ze wat chaotischer zijn. Een beetje van hak op de tak, alle kanten op. Precies, maar dat maakt ons ook weer creatief. En dat is ook leuk. In de editing ga je dan alles inladen inderdaad. En dan heb je een tijdlijn, een sequence heet dat ook. Ja. En daar... dan ga je eigenlijk op knippen en plakken. En dan selecteer je de beelden die je wil hebben. En die zet je allemaal achter elkaar. Die ga je achter elkaar zetten. Muziek erbij. Ja, muziek erbij. En je kunt inderdaad verschillende lagen toevoegen. Bijvoorbeeld, je kunt een audiolaag met muziek hebben. Maar ook een audiolaag met het interview. Audiolaag met achtergrondgeluiden. Dus allemaal dingen door elkaar heen afspelen uiteindelijk. Ja, precies. Ja. En zo wordt het één geheel. Ja, en zo kun je het verhaal steeds rijker maken eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. En wat voor programma's zijn er dan allemaal? Wat gebruik jij dan bijvoorbeeld? Ja, ik gebruik zelf Adobe Premiere Pro. Oké. Okay. Je hebt ook gratis programma's, bijvoorbeeld iMovie zit op Apple en Windows Movie Maker zit volgens mij op Windows. Ja, dus dan kun je dan je eerste stapjes Precies. Als je een beetje wil kijken of het wat voor je is, dan kun je daarmee beginnen. En is dat makkelijker ook volgens mij? Het is allemaal wat simpeler. Allemaal wat meer basic. Maar je zal er snel tegenaan lopen dat je dingen mist. En dan is het wel handig om een wat uitgebreider programma te hebben. Ja. Dus dan kun je bijvoorbeeld kijken voor Premiere. Daar betaal je dan een maandabonnement voor. Okay. Je hebt ook Final Cut Pro. Of dat is weer echt van Apple natuurlijk. Of DaVinci Resolve. Ja. En daar zijn de mogelijkheden wel wat uitgebreider dan bij de gratis programma's. En dat is ook wel een leerschool. Ja, kunnen wij nog zeker, wel een podcastje aan wijden. Ja, absoluut. Ja. Misschien wel meer dan één. Ja. Ja, het is niet dat je het opent en dat het in één oogopslag duidelijk is hoe alles werkt. Nee. Daar moet je echt wel even induiken. En ik edit nu wel 5-6 jaar, maar ik ontdek nog steeds dingen in Premiere van, dat kan er ook mee. En, En wat ik altijd een beetje, dat heb je ook al als je dan foto's gaat bewerken in Adobe Lightroom of iets dergelijks. En zeker ook in Photoshop. Er zijn meerdere wegen naar Rome, zullen we zeggen. Ja. En dat gevoel heb ik bij een programma als Premiere wel helemaal. Dat is niet één manier van editen, zeg maar. Nee. Daar kun je van alles in doen. Ik zit heel even te kijken. Want, muziek dus, had het ook nog over. Muziek hebben we het nog over. Ja. Inderdaad. Want muziek is dus een belangrijk... Dus je audio en dan dus misschien nog wel muziek eronder. Music bed. De muziek bepaalt de sfeer van je film. Dus dat is best wel een belangrijk onderdeel. Ja. En je hebt inderdaad verschillende bronnen waar je muziek vandaan kunt halen. En music bed is er eentje van. Ja. Je hebt ook nog... Want heeft veel meer artlist hadden we. Epidemic Sound. En... ik heb nog... YouTube heeft ook zijn eigen library. Ja. Ja, inderdaad. Kun je volgens mij ook
helemaal los op. Ja, 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 soms ben ik echt gewoon een dag bezig met muziek zoeken. Omdat je gewoon een bepaalde sfeer wil meegeven aan je film. En dat is ook heel bepalend voor de opbouw. Ja, ja, ja. Dus dat is dan soms misschien nog wel meer tijdvretend. Ja, ja, eigenlijk wel. Om het juiste nummer te vinden wat erbij past. Ja, zeker. En deze programma's die we dan net noemden, of die websites, dat is dan ook, want je moet natuurlijk ook nadenken over muziekrechten en zo. Ja, je hebt te maken met auteursrechten. Dus je kunt niet zomaar elk random nummer uit de top 40 pakken. En dat, die eronder knallen. Nee, nou ja, voor je familievideo kun je het wel doen. Ja, zeker. Maar als je het online gaat zetten, dan mag het eigenlijk niet. Dan kan het ook offline gehaald worden. Ja. Dus ja, dan kun je beter via zo'n database een license aanschaffen eigenlijk. En dat mag je een nummer gebruiken. Ja, want we hadden het net even gekeken. Jij betaalt voor MusicBed. Betaalde jij per nummer, geloof ik, hè? Ik betaal per nummer, maar je kunt ook een abonnement aanschaffen. En dan kun je dan kun je eigenlijk onbeperkt downloaden. Ja, en ik heb voor Fotografie Beginner, ik zit bij Epidemic Sound. Ja. Plug. Ik bel me even weer, Epidemic Sound. Nee. En dan betaal ik, geloof ik, €120 per jaar. Ja. En dan heb je een gigantische database tot je beschikking om je YouTube-filmpjes mee te voorzien. En het is ook heel erg leuk, want je ontdekt weer muziek die je anders niet zo snel zou vinden, denk ik. Ja, zeker. Jeetje. Nou, ik zit even naar de tijd te kijken. Echt? Ja, we zijn er al. Oké. Okay. Het gaat veel te snel. Hebben we nog iets? Ik kan echt nog over editen een half uur vol praten. Ja, editen. Heb jij nou nog één tip waarvan je zegt, als je nou met videografie wil starten, wat is dan wat jou betreft het belangrijkste? Ja, ik overval je een beetje. Ja, wees creatief. Probeer dingen uit. En ik kan nu heel veel tips meegeven, maar meestal kom je er zelf wel achter wat wel en niet werkt. Yeah. Dat is denk ik ook de beste manier om iets te leren. Yeah. Ook met editen, probeer dingen uit. Ja, met name met editen, denk ik. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. En ik denk inderdaad gewoon korte clipjes maken en dan proberen dat aan elkaar te plakken. Dat is wel een goede start. En gewoon je camera pakken, toch? Gewoon je camera pakken. Naar buiten gaan. En gaan filmen. Filmen. Ja. Dat gaan we doen. Goed zo. Hey, ik vond het onwijs leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook leuk. Het was heel snel gegaan. Ja, joh, het gaat super snel. Ik kijk naar de tijd. Ja, we zijn er al een paar minuten overheen zelfs. Oh, oké. Okay. Ja, straf. Strafpunten. Nee hoor, helemaal niet. Totaal niet. Nee, ontzettend leuk dat je er was. Ja, dankjewel dat ik mocht zijn. Ja, heel graag gedaan. Gaan we zo nog een kopje thee doen? Gaan we zeker doen. Oké, top. Ga ik nog even de luisteraar bedanken. Oké. Okay. Even kijken. Daar zijn we aan het einde gekomen van aflevering 19 alweer, als ik even goed geteld heb. Dit keer 30 minuten met Melissa Vermeulen. En we hebben het gehad over videografie. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Volg dan de podcast door op volg te drukken in het Spotify overzichtsscherm met alle afleveringen. Ook bij Google, Apple en alle andere diensten kun je dat ongetwijfeld doen. En dan blijf je lekker op de hoogte als er een nieuwe aflevering is. Ik wil je graag bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je wat hebt geleerd. Ik wel in ieder geval, zeker als beginnend videograaf. En heb je nog feedback, laat het ook zeker even weten. Je kunt me bereiken op stuart@fotografiebeginner.nl of via de Facebookgroep. Word zeker ook nog even lid als je dat nog niet bent. Bedankt voor het luisteren. Een ontzettend fijne dag nog en tot in de volgende aflevering. Mijn naam is Sjoerd en dit was de Fotografie Beginner podcast.